Op een prachtige tweede Pinksterdag, 12 mei 2008, gaf het leerlingenorkest van de Harmonie Sint Cecilia, versterkt met jonge mensen en leerlingen vanuit de harmonieën in Kessel en Hommersum, een enerverend openluchtconcert op het landgoed Zelder. Thank you.
Dit jaar viel de Pinksterkermis erg tegen qua bezoekersaantallen, want de botsautootjes, een geweldige publiekstrekker, ontbraken. Ik heb er niks over te vertellen. Dat is een kwestie van de gemeente. Zouden er botsauto's komen? Ja, het is zo geregeld. Degene die die andere kermis in moet deelvoeren. En het staat er allemaal behalve de botsauto's. En die heeft die andere kermissen ook, dus er is iets fout gegaan. Dit had tot gevolg dat er voor de kinderen zo tussen 7 en 16 eigenlijk weinig te beleven viel. En dat was duidelijk zichtbaar.